basis een pot- en perkplantenkwekerij van bijna 30 hectare. En wij kweken bloeiende seizoensplanten. En ik monitor daarbij heel veel administratiewerkzaamheden rondom de teelt daarvan. Zoals het registreren van grasbeschermingsmiddelen die wij gebruiken en de biologische bestrijders. Vangplaten nakijken voor de insecten die wij bestrijden. En wij proberen ook met die tijd mee te gaan. Wij willen daar eigenlijk in voorop lopen. En een onderdeel daarvan is drones. Drones die bijvoorbeeld de kiemtelling van zaaitrays doen. En dat is voor ons heel belangrijk. Want wij zaaien bijna alles zelf. En wij willen dus weten of de kwaliteit van die zaden ook heel goed is, zodat wij genoeg zaden hebben gezaaid. Corvus Drones is een bedrijf wat drones ontwikkelt en ook produceert. En wij zijn specialisten in het vliegen in tuinbouwkassen. Dat doen we volledig automatisch. En we maken dan opnames van gewassen om de gewasgroei te monitoren. In kassen kun je niet gebruik maken van GPS-signalen. En moet je dus op basis van camera-navigatie de weg vinden in een kas. En dat is hartstikke moeilijk. En dat hebben wij als een van de weinige, of eigenlijk nog de enige, in tuinbouwkassen onder de knie. Deze violen die worden binnen nu en twee weken afgeleverd. Dus wat kunnen wij nou eigenlijk met deze drone hier? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat de drone hier voor jullie kan doen, is dat hij over het gewas vliegt en exact aangeeft waar hoeveel bloemen per vierkante meter bloeien. Zodat je exact weet voor je klant of je in het juiste rijpheidsstadium af gaat leveren. De drone draagt ook bij naar duurzamer, of eigenlijk nog duurzamer produceren. Want als je weet wanneer je plantje rijp is, hoef je het ook geen dag te lang in de kast te houden. Dus je verhoogt feitelijk je omloopsnelheid, of in vaktermen, je hebt minder weekvierkante meters nodig. En dan bespaar je aan grondstoffen of trays of potgrond, natuurlijk ook arbeid, maar ook weer energie. Dus dat is de bijdrage van drones op het gebied van duurzaamheid. In de toekomst kan de drone met meerdere camera's, oftewel sensoren, uitgerust worden. Nu werken we met RGB-camera's, maar met een spectraalcamera heb je een breder spectrum wat je meet. En daarmee kun je ook wat meer inzicht krijgen in de plant, dus de vitaliteit van de plant. En is de verwachting ook dat je op het gebied van ziekten- en plagendetectie meer kunt zien en dus meer kunt meten. En wij verwachten daar dit jaar al wel wat eerste testen mee te kunnen doen met dergelijke camera's. En in 2024 mee op de markt te komen.